Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Hoi en welkom bij deze nieuwe unboxing video. Unboxing video nummer 2 eigenlijk, want we gaan weer met een nieuwe call starten van scheepjes. En daar is dus deze kit voor bedoeld. En de call die gaat starten op 17 april. En die zal dus dan ook 4 weken gaan duren. En in die 4 weken gaan we dus met z'n allen een kussen maken. Of tenminste een kussenhoes. Het is dus deel 2 in de Dawn Chorus Pick and Mix Call Experience. En het is een call voor zowel breien als voorhaken. Het staat er ook bij vermeld. En dit is dus de tweede. De eerste, daar hebben we een sjaal gemaakt. En in deze tweede versie gaan we dus een kussensloop maken. Of een kussenhoes maken. En het is ook weer echt heel erg leuk. De benodigdheden om de hoes te maken, die zitten allemaal in deze kit. Uiteraard moet je zelf eventjes zorgen voor een kussen om de hoes omheen te doen. En natuurlijk je brei en haaknaald en andere toebehoren die je nodig hebt. Laten we eens even gaan kijken wat erin zit. Dit is dus een compleet pakket om of de gehaakte of de gebreide variant van deze kussenhoes te maken. En daarbij gaan we dus de vogels, de blue tit, het koolmeesje volgens mij zo uit mijn hoofd, of de pimpelmees, die gaan we er dus op borduren met kruisteekjes of op de gebreide versie door te mazen. Nou, we gaan eens even kijken wat de inhoud is van het pakket, wat je er dus allemaal bij krijgt. Hij is weer mooi ingepakt ook. Hier kunnen we het al zien. De kaart ook weer. Met de Pick and Mix Kit. Dit was de eerste. De Cold Crest Scarf van Martin Up North. En nu gaan we dus de Blue Tit Cushion bij Liz Barraclaw. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die gaan we dus maken. En er komt dus nog een derde bij ook. Maar die wordt dus later bekendgemaakt. Nou, in deze kit zitten ook weer wat leuke extraatjes. Zoals bijvoorbeeld dit leuke stickervel. Allemaal geïnspireerd met de vogeltjes die dus in de kits voorbij komen. Dit was dus van kit nummer 1. De Cold Crest. Deze voor kit 2. En dan ga ik er dus eigenlijk al vanuit dat die voor kit 3 is. Dat deze vogel daarin centraal staat. Want deze hele call experience staat dus in het teken van vogels. En dan ook echt heel erg leuk dat je daar dus van die leuke extraatjes bij krijgt. Ook bij deze set zit weer een setje met kaarten. En de kaarten uiteindelijk allemaal bij elkaar maken één grote poster. Dus we hebben er nu ook weer 3 in zitten. 3 verschillende kaarten. Je kan ze natuurlijk ook gewoon gaan gebruiken om eventueel leuk aan iemand cadeau te gaan geven. Kijk, er staan nog QR-codes op ook. Voor extra informatie. Dat is echt weer heel erg leuk. Dus die worden er ook weer aan toegevoegd. Dan hebben we nog een borduurnaald, tapestry needle. Dus ja, dit soort naalden gebruik ik ook altijd, want het heeft een stomp punt om mijn draaduiteindes in mijn projecten weg te kunnen werken. Dus die zit er ook bij. Een lekkere, stevige, ook grote naald om er straks mee te kunnen gaan borduren of te kunnen gaan mazen. Net of je gaat, het afhankelijk van of je gaat breien of dat je de kussen gaat haken. En
Dit is ook heel grappig. Je zou in eerste instantie denken van, oh, nou een meter. Nee. Dit is een hulpmiddel wat je kunt gebruiken om dus bijvoorbeeld al je draadjes bij het borduren hier eventjes in te zetten. En dan heb je een mooi overzichtje van alle kleurtjes. En dan weet je ook welk kleurtje je wanneer moet gaan pakken. Dus ook wel weer heel erg grappig dat dit erbij zit. Kan je dus mooi je borduurdraden aan opbergen. Dan heb je hier een setje met... Het lijkt erop dat dit stofjes zijn. 5 keer 50 centimeter keer 57 centimeter. En dat is katoen. Ja, volgens mij is het gewoon echt. En het leuke stofjes. Ik zal er eentje pakken. Ja, dit zijn stofjes. Wat leuk. Niet helemaal uitpakken, maar die zou je dus eventueel kunnen gebruiken ook om je haak- of breiwerk aan vast te zetten, dat je een mooie stevige binnenkant hebt van het kussen. Of je gebruikt die stofjes natuurlijk voor andere projecten, eventueel voor binnenstofjes voor tassen bijvoorbeeld of iets dergelijks. Daar kun je natuurlijk ook prima voor gebruiken, maar je hebt dus 5 verschillende soorten. Vijf verschillende motiefjes. Dus ook die zitten in het pakket erbij in. En dan komen we hier bij het garen. We hebben in ieder geval een pakketje met 10 verschillende kleuren. Of sorry, zeg ik nou goed. 2, 4, 6, 10, 11. Dus 11 verschillende kleurtjes Calista. En Calista, ik ga het even uithalen voor jullie. Dat is een lekkere katoendraad. En dat heeft ook een speciale behandeling gehad, waardoor het zo'n mooie matte uitstraling heeft. Maar dit is dus een 100% katoengaren. Bolletjes van 15 gram met 25,5 meter erop. En er staan natuurlijk ook nog de haaknaalden en breinaalden op vermeld, waar het voor geschikt is, maar we gebruiken het in dit project dus niet om mee te haken of te breien. We gebruiken dit dus om ermee te borduren. Want met de Calista gaan we dus de afbeeldingen van de vogels op de kussenhoesen borduren of mazen. En de kussenhoesen zelf, die gaan we dus of haken of breien met de scheepjes scrumptious garen. Echt een ontzettend lekker draadje. Wat ook heel erg grappig is, het is nog gemaakt ook van gerecyclede plastic flessen. Kijk, hier staat dat 50% gerecycled polyester. Dat zijn dus die plastic flessen. En 50% acryl. Daar bestaat het garen uit. 100 grams bol, 300 meter op een bol. Geschikt voor een naald 4 mm staat er op het label. Tegen de tijd dat de call gaat starten, 17 april dus, een week van tevoren, krijg je ook altijd eerst nog eventjes het tip en trick bestandje. Daarin gaan we dan ook hoogstwaarschijnlijk ook gelijk een proeflapje maken. En daar ga je dus dan zien ook welke naalden je uiteindelijk voor jezelf moet gaan gebruiken om op een bepaalde stekenproef uit te komen. Maar over het algemeen, mijn ervaring, 4 voor haaknaalden werkt bij mij gewoon prima met het garen. Het haakt echt super lekker weg. En dit is dan in het kleurtje French Blue Macaron. En het is dus ook het leuke van de scrumptious lijn, dat die allemaal heerlijke namen hebben van lekkernijen, toetjes, gebakjes, taarten en dat soort dingen. Dus het is echt heel erg leuk, maar een heel mooi lichtblauw kleurtje. En daar hebben we dus 3 bollen van in het pakket zitten. En daar maken we dus de
kussenhoes uiteindelijk mee. En dan met de Calista, het pakketje Calista bolletjes. Daar gaan we dus uiteindelijk de afbeelding mee op de kussen mazen of borduren met een kruissteekje. Nou, dat wordt voor mij sowieso al een hele grote uitdaging, want ik heb met beide 0,0 ervaring. Dus ik ga sowieso een hele nieuwe techniek leren. Dus dat is wel weer echt ontzettend leuk. Maar ja, dit is dus het allernieuwste scheepjes koolpakket voor zowel haken als breien in de Dawn Chorus Call Experience om te vieren dat de scheepjes crochet-along, knit-alongs, make-alongs 10 jaar bestaan. Daarom komen er dus leuke pakketten continu uit met leuke projectjes om dus 10 jaar calls van scheepjes te vieren. En dit is dus kit nummer 2. Echt heel erg leuk. Het weer een totaal ander project. Ja, dat zegt de vorige keer hebben we dus een sjaal gemaakt, zowel haken als breien. En nu gaan we dus zowel haken als breien voor een kussen. En dat is ook gewoon echt heel erg leuk. Je moet dus nog wel eventjes apart een kussen erbij kopen voor jezelf. Want die zit, zoals je dus nu kunt zien, er niet bij in. Dus die moet je zelf eventjes aanschaffen om te kunnen gaan gebruiken. Maar verder zit alles qua garen en benodigdheden in het pakket. Zult nog even je breinaald of haaknaald erbij pakken en dan kun je dus lekker aan de slag. 17 april is dus de start van deze nieuwe call. Die gaat 4 weken duren. En op 17 april kun je het patroon downloaden op de site van Scheepjes. Het linkje naar de site van Scheepjes, die zet ik uiteraard weer eventjes hieronder in de beschrijving van deze video neer. Dan kun je dus daar op de 17e het patroontje vandaan halen. Mocht je Facebook hebben, word dan ook vooral eventjes lid van de Nederlandse Facebookgroep van Scheepjes. Ook die zal ik eventjes in de beschrijving onder deze video gaan vermelden. Want in die Facebookgroep, daar gaan we natuurlijk met z'n allen aan de slag met dit project. En mocht je ergens tegenaan lopen, mocht je iets niet helemaal duidelijk wezen of iets dergelijks, dan kun je dus in die Facebookgroep een vraag stellen. En dan gaan alle leden je gewoon lekker op weg helpen ook. Omdat we dus met z'n allen tegelijkertijd aan dit project gaan werken. Dus dan kunnen zij jou ook eventjes op weg gaan helpen. Maar ook de beheerders en de moderators van de Scheepjes Facebookgroep kunnen heel veel vragen van je beantwoorden. Dus mocht je vragen hierover hebben, zorg dan even voor dat je lid bent van de Nederlandse Facebookgroep van Scheepjes. Want dan kun je dus tijdens de call daar al je vragen kwijt en alle antwoorden ook vinden. Ga altijd eerst eventjes over de Facebookgroep heen scrollen. Want voor hetzelfde geld is jouw vraag al een keertje gesteld. En dan kun je dus onder het bericht jouw antwoord terugvinden. Maar ook daar in die groep wordt uiteindelijk het patroon gedeeld. En kun je hem dus gaan downloaden. En die is dus gratis. En nou zeker weten we ook de Facebookgroep van Scheepjes daar ook tijdens de call in de gaten. Want er worden ook regelmatig berichten gedeeld van de ontwerpster. Die je ook nog eventjes wat tips en trucs geeft tijdens het hele crochet-along proces. Dit een lang proces. Er komen extra foto's komen erbij te staan. Leuke blogberichten gaat ze plaatsen en al dat soort dingen. Dus hou dat gewoon allemaal in de gaten. Alle informatie is onderin de beschrijving terug te vinden. Ik zal ook eventjes een direct linkje plaatsen naar het desbetreffende pakket. Dat mocht jij na het zien van deze video's iets hebben van, oh, daar wil ik ook aan meedoen. Onder in de videobeschrijving vind je het linkje naar het pakket. Daar kun je hem dus dan gaan shoppen. Is een affiliate link. Dus dat betekent dat als je het pakket koopt via mijn linkje, dat ik een kleiner vergoeding ervoor terugkrijg ook. Kost jou verder niks extra's, maar mij help je er wel weer heel erg mee. Dus ja, voel je uiteraard vrij ook gewoon om te kopen waar je wil voor dit pakket. Of mocht je zoiets hebben, ik wil een ander kleurtje. Ook gewoon lekker doen. Heb je garen in voorraad liggen nog. Kan ook. Je ziet wat je dus nu nodig hebt om met deze knit-along, crochet-along mee te kunnen gaan doen. Maar mocht je dus eigenlijk ook alle goodies erbij willen, dan kun je dus gewoon het complete pakketje gewoon zo kopen. Dat dus.
Meer informatie vind je terug op de Facebookgroep van Scheepjes en op de website van de Scheepjes. Pakketje koop je dus via het linkje, eventueel alles terug te vinden in de beschrijving onder deze video. Mocht je nou nog geen abonnee zijn van mijn kanaal, dan vind ik het ook heel erg leuk als je gaat abonneren op mijn kanaal. Dat is helemaal gratis, dus klik vooral eventjes op de abonneerknop om abonnee te worden van mijn kanaal. Als je op de abonneerknop geklikt hebt, dan verschijnt ook een belletje. En als je op het belletje tikt, dan krijg je in het vervolg ook een melding als er een nieuwe video online komt. En dan blijf je dus lekker op de hoogte van alles wat zich afspeelt op mijn kanaal. En mocht je deze video leuk gevonden hebben, geef hem vooral ook eventjes een duimpje omhoog. Ook daar maak je me heel erg blij mee, want dan gaat het algoritme van YouTube lekker aan de gang. En krijg ik aanbevelingen op verschillende plekken, waardoor ook meer mensen mij gaan ontdekken. En laat ook gewoon weer gezellig een reactie achter. Gaan jullie bijvoorbeeld meedoen? Ga je met het pakketje meedoen? Ga je eigen kleurtjes gebruiken? Ga je andere garen gebruiken? Alles is mogelijk. Wees daarin gewoon lekker vrij. Alle informatie is dus ook op je gemakje terug te lezen op de site van Scheepjes. En dan laat ik het hierbij. Ik heb zo alles wel benoemd. Dus mochten jullie hier ook aan mee gaan doen, alvast heel veel haak- of breiplezier, want dat is dus het leuke aan deze pakketten nu, dat je hier zowel kan haken als kan breien. En het borduren mazen is dus een extra techniek die hierbij zit, dus het is ook echt heel erg leuk. Dus heel veel plezier ermee. Ik hoop dat jullie wat aan deze video hebben gehad. En dan zien we elkaar terug in een van mijn vele andere video's. Dus bedankt voor nu, veel plezier met haken of breien en tot de volgende video. Doeg!